Allemaal welkom bij Super Mario Bros. Oké. Gaan we door met level... Oké, dit is al een heel geinig leveltje. Kijk. Jeep, jeep. Vissticks, verse vissticks hier. Wow. Ik kan hier echt een winkel beginnen. Vissticks, lekkere vissticks. Ze smaken alleen een beetje vies, want ze zijn nog net uit het water gekomen. Ja, waar komen die dingen eigenlijk vandaan? Daar kom ik nu eens op die vraag. Wow, dat was easy, man. Dat was zo very easy. Oké, nu gaan we het kasteel doen. Dan doe ik altijd even dit. Als je weet. Oké. Goed. We beginnen met de safe state. Want ik wil niet al het geheibel opnieuw doen. Dat klopt niet, hè? Dat klopt niet. Meer scoren! Hoera! Meer scoren! Hoor je dat, vissticks? Ik heb meer scoren gekregen. Meer scoren! Ja, gescoord. Volgende. Oeh. Dat klopt dan weer niet. Dat klopt niet. Zo, ik hoor niet door te gaan. Ik hoor niet door te gaan. Ik weet het. Dat is stom. Zo mogelijk zijn als ik er hier eentje deed, want die dingen zijn best lastig op te springen. Ze zijn zo klein. Kijk, er zit ook nog een vuurding dat ons bedreigt. Niet hier te kunnen blijven staan. Ho! Man, hier is Bowser al. Daarvoor gaan we dit even doen. Als je het erg vindt. Nee, het zouden jullie helemaal niet erg moeten vinden. Dus alles behalve dat, want dan hoef ik dit level niet aan jullie opnieuw te laten zien. Oké, dan doe ik dan ook even dit. Oh, echt? Waren er twee? Ja, ik ben deze ding allemaal weer vergeten. Ik dacht dat het gewoon één per ding was. Dat zou ik eigenlijk zo moeten. Dat zijn er weer twee geweest. Oh, wacht, het begin was dus logica even te begrijpen. 1 is minder waard dan 2. Dus moet 1 minder bewaakt worden dan 2. Of minder goed hoeft. Het is minder belangrijk. En als we al onze inzettingen, alles moeten indelen, zou daar het minst moeten komen. Oké, nee, houden we ons kaart, jullie. Ik haat die dingen echt zo erg. Ik begin bijna boos te worden op die kompas, man. Dat mag helemaal niet. Dit is yummy. Goed, ik geef het toe. Dit is makkelijk. Maar ook een beetje moeilijk. Een beetje. Maar ik begin een beetje gewend te raken aan die besturing. Dat het de moeilijke is. Oké, hier ga ik niet dood door de kompas. Ik ga hier niet dood door de kompas. Eigenlijk zou ik ze net zo goed gewoon laten gaan. Want die is toch het einde, als ik me niet vergis. Oh nee, toch niet. Er moet toch even een gedeelte gedaan worden. Wat is dit voor ziek gebeurtenis van de kompas? Ja! Ja! Kijk, dat is nou even handig als ik hierbij even dit doe. Dat hoor ik toch. Kijk. 400 baggen. Dit is baggen.
Ja, ik doe toch maar even safe state nadat ik dit gedaan heb. Oké, 3,2. Wat was die nou? Oh, ik dacht dat het weer zo'n godlevel was. Ja, oh, dat is een goede set. Ach, die doe ik eigenlijk. Oh, dit is echt zo makkelijk. De meeste mensen zullen deze dingen moeilijk vinden, juist. Onbegrijpelijk. Ah, dat is... Wow, dat ging snel. Oké. Door. Het spijt me dat ik hem af en toe een beetje scheef gaat, maar hij zat ongeluk net heeft hij een stootje gehad. Dus ik moest hem een beetje weer terugzetten. Oh, wow, wat was dat voor vreemd kubertje? Oké, deze kan je misschien van Smartboss DS. Nog steeds een beetje vreemd wat die dingen moeten voorstellen. Misschien polken die je zo maakt, zeg maar, bij de huisverbouwing. Weet je onlogisch die dingen kunnen vliegen? Dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat is gewoon typisch onmogelijk. Doe dit toch maar even. Stel voor dat de computer per ongeluk uitvalt, want hij zit niet aan de stekker. Dat is een beetje irritant, hè? Dat is irritant. Oké, we gaan tegen Bowser. We gaan tegen Bowser. We gaan nu alweer tegen Bowser. Wow, hoe snel gaan die dingen al niet? Oké, ik zet hier even mijn nummertje. Weet ik wat een nummer zou moeten betekenen. Geen safe state in elk geval, ik zeg het maar gewoon even. Kijk, komt toch meer van die vallen? Ja. Al die tegenovergestelde, die zijn de moeilijkste. Ik wist het wel, die zijn de moeilijkste. Ik zei het, jullie... Te makkelijk gewoon. Bowser's battles zijn te makkelijk. Oké, zijn het nu 3 toads of zo? Ja. Oh, wacht, dit level. Heb je een spartje of die allemaal dingen naar beneden gooit? Kijk, hoe kan ik deze nog weer vergeten? Dit is het level waar ik het meest ben doodgegaan. Van alle levels, volgens mij. Zo moeilijk vond ik dit. Nou, heb ik niet gesaved voor dit level. Irritant. Ja, ik wist het wel. Ja, misschien nog even leuk om de reacties van de toad te kunnen zien. Oké, dan doe ik zo, hoppakee. Ding, Dit is zo eerie, man. Nee, dat is echt niet de bedoeling, hoor. Dat is even net niet de bedoeling. Maar ja, wat valt te doen aan die logica? Oh, zit hier geen mushroom in? Kijk, het was wel handig dat ik hier voor eerst al die spikes gedood had. Dat is nu te laat, hoor. En dan op. Kijk, dit moet je gewoon in speedrun doen. Dan wil je zeker weten dat je alles mist. Maar meestal is het een beetje moeilijk, hè? Ja. Oké, ik ga eerst even die spike proberen te doden. Kijk, hier zit gewoon geen logica in.
Oké. Rennen, Mario. Ik ga niet nog een keer proberen. Nee, je weet ik veel onder mag eten. Stoppen. Wacht even, dit begint verdacht veel op dat level van de DS te lijken. Dat gedeelte tenminste wel. Ja, het is gelukt. Het is goed gelukt. Oké, straks komt nog een kleine part op 4,2, 4,3 en 4,4 doen. Dan kan ik stoppen. Oké, doei.